Klimaatverandering heeft voor mij een super groot impact op mijn sport. Ik ben een windsurfer, een watersporter en ik ben afhankelijk van het weer, van de natuur en van alle elementen om me heen. Ik merk dat de weersystemen waar ik op moet kunnen vertrouwen, die worden verstoord. De golven, de stroming is allemaal anders dan verwacht en dat alleen maar doordat de aarde opwarmt. Daar moet nu gewoon meer aandacht voor komen. Daarom zet ik me graag in als ambassadeur voor Missie H2, omdat waterstof een van de oplossingen is. Missie H2 is zo belangrijk omdat Missie H2 waterstof bij de Nederlanders brengt. We zijn in 2019 begonnen met Missie H2. Sinds die tijd heel veel gebeurd, heel veel gerealiseerd. En we gaan nu verder. We gaan op weg naar 2030 voor een compleet werkend waterstofsysteem in Nederland. Dat doen we samen met de sporters. Ja, en daarin is Parijs natuurlijk een prachtig mikpunt in 2024. Remea is een actieve partner van Missie H2. De energietransitie die is aan het versnellen en dat merken we iedere dag. We zien het aan de energieprijzen, we zien het aan de geopolitieke omgeving, etc. Maar dat betekent dat elk element in de energietransitie ook moet versnellen. En dat geldt dus voor waterstof en waterstoftoepassingen ook. Waterstof zowel in de industrie, in de mobiliteit, maar ook zeker in de gebouwde omgeving. En als we nu kijken naar de ontwikkelingen, dan zien wij daar eigenlijk, we zijn nu bezig actief met een aantal demoprojecten. We gaan bezig dadelijk met een aantal vergrote demoprojecten. Maar eigenlijk de hele ontwikkeling van waterstof in de gebouwde omgeving moeten we actief en levend hebben voor 2030. Dus één thema, en dat geldt breed, we moeten versnellen.